Broskies, welkom bij de volgende aflevering van de FC24 PSV Remote. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. Oké, we gaan even kijken naar het schema. We spelen sowieso tegen Leverkusen. We simuleren de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En sowieso de vriendschappelijke interlands. Dan zitten we in de maand december. En dan spelen wij de wedstrijden tegen Dynamo Kiev en Sparta voor de beker. Plus, eigenlijk wat ik wil gaan doen, want we hebben dus een hele gruwelijke jeugdspeler. Onze eerste. Martens. En hij is een 67. Linkspoot. Alleen zijn skill moves zijn... Dat is eigenlijk wel een issue. Dat moeten we eigenlijk wel... Maar kijk die snelheid. Dus we gaan hem sowieso op de bank zetten. Maar voor wie? Ja, dan zit ik toch te denken aan... Voor deze keer drie uur weg. Oké, dit is de stand in de groep. We staan op 1. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan. Het verschil met Paris Saint-Germain is 1. Het verschil met Leverkusen is 3. Als we de aankomende wedstrijd weten te winnen, hebben wij 10 punten. Met nog 2 wedstrijden te gaan, dan kan... dan kunnen ze nog steeds op 10. Ja, we moeten... Ja, dat wordt lastig. We moeten sowieso... Dus, ja, we moeten sowieso winnen van Dynamo Kiev. En dan moeten we ergens gelijk spelen. Hopelijk kunnen we gelijk spelen tegen Leverkusen. We gaan even snel kijken. Atubolu? Ja, man. Mosquera, Hinkepie, Ta, Grimaldo, Andrich, Saka, Tella, Oyarzabal, Haller, Correa. Weer Frimpong op de bank. Waar is Wirtz? Wirtz is er helemaal niet bij. Dat is wel goed nieuws voor ons, want hij heeft gescoord tegen ons. Dit is perfect. Kijk naar de conditie van alle spelers. Wacht even hoor. Reis. Wat is er met jou? Zeker CM, oké. Maar, wacht even. Waar is dan... Saibari. Ja. En de boss is... Jij gaat natuurlijk weer als aanvallende middenvelder. En dan Reis. Voor Tilman. Tilman is ook... Ja, dan kies ik dan liever voor Tilman. Want hij is natuurlijk een officiële... Weet je? Peppi Lang op de bank nog steeds. Martins gaat hopelijk zijn debuut maken. Tilman, Bergen, Van Duiven, Zander. En dan hebben we als basiselftal Benitez, Oosterwolde, Buscagli, Hilgers, Steese is de aanvoerder. Heel snel van anderen. Schouten, Babadi, Saibari, Lozano, Cirkzee, Bakayoko. Dit is de wedstrijd tegen Leverkusen. Deze. Bakayi. Zo! We hebben een klein, ik dacht dat we een kans hadden. Cirkzee! 1-0 voor, de camera. Ik ga rechtdoor hè, ga niet. Oké, ik wou net zeggen, 1-0 voor tegen... We staan gewoon voor met 1-0. Allee, hou hem erbij, hou hem buiten de... Oh, we komen goed weg, Oosterwolde, jij bent bloedje snel. Dat wil je toch niet? Nee, hij! Ik wist het! Waarom? Waarom konden wij die bal gewoon... Nee man, ik ben het er niet mee eens. En we weten allemaal, hij is niet echt een van de beste penalty tegenhouders. Dus jammer. Maar! Nu wil! Benitez, dank je. Kajok is er gewoon langs. Ja, wacht even. Dat is Zirkzee. Die camera. Oh, dit is zo dramatisch. Die camera is gewoon vlak daar. En we krijgen die viering niet eens te zien. Maar we staan voor met 2-0. Kijk hier. Cirkzee begint nu wel echt heel goed te spelen. Doe me denken aan Luc de Jong toen hij de eerste paar maanden. Oosterwolde pakt hem heel niks. Hey, we spelen lekker. Wachten. En ja, we hebben nog de bal. Moeilijk, maar. Badi. Cirkzee, het is! Cirkzee met de hat-trick. Wat is er aan de hand met Bayer Leverkusen dan? 3-0. Een hat-trick voor Joshua Cirkzee. En Babadi krijgt de assist. Deze wedstrijd is klaar. 3-0 voor tegen Leverkusen. Wacht even. Dit is het perfecte moment voor het debuut van onze jeugdspeler Casey. Ik bedoel, niet Casey. Ik bedoel... Keesje. Hier gaan we het zien, jongens. Het debuut van Keesje Martens.
Was hij niet 1,90 meter? Volgens mij wel, hè? Volgens mij is hij... Ja, kijk hoe lang hij is. Laat het niet zien, maar hier, hier. Kijk hoe lang. 1,90 meter en dan is hij zo snel. Oh, nee. Zou wel een mooi debuut zijn als hij zelfs kunnen scoren. Wacht even. We gaan het proberen. Ja, dit is niet goed, trouwens. Dit is het foute boel. Niks aan de hand. Meteen van de bal gezet, ja. Ik wil heel graag heel snel de bal terugkrijgen. Het gaat hem niet worden, ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker, jongens. Oh, wat een redding. Ik wil heel graag een aanval. Hier, eindelijk. Hier is aan de bal. Wordt meteen onder druk gezet, want ze weten van zijn kwaliteit. Ja, ik krijg hem niet. Ja, het wordt lastig. Daar is hij. Hier is hij. Martins. Martins. Zo goed verdedigd. Dat was een kans, jongen. Ah, oh, zonde. Ja, tuurlijk fluitjes, scheids. Tuurlijk. Je ziet daar toch een laatste kans, of niet? 3-0 overwinning. Dat betekent, we hebben nog 1 punt nodig. Hattrick van Sirikse. Hou maar op. Bro. Oké, wij moeten nog een lange minuut geven, want hij begint te klagen. En ik wil niet dat hij een transfer gaat aanvragen zoals Bakayoko deed. De wedstrijd tegen Fortuna Sittard moeten we simuleren, maar Babadi is helemaal kapot. Maar we hebben natuurlijk Zaibari. Eigenlijk moet Zaibari gewoon in de basis. Jawel, Zaibari. Ja toch? En wacht, Tilman terug. Foutjes! Dit is beter. Snel simuleren, jongens. 2-0 overwinning. Even kijken. Noah Lang heeft gescoord in Lozano. De volgende wedstrijd is tegen PEC Zwolle. Ook deze gaan we simuleren. Kom op, jongens. 2-0. Noah Lang weer. Ik ga wat doen, denk ik dan. Ik denk dat ik Noah Lang in de basis ga zetten. Oké, heel even snel kijken. Wij staan op 1. 2 wedstrijden nog te gaan. Ja, Leverkusen, als ze beide winnen, komen ze op 10 punten. Dus we moeten nog minimaal 1 puntje ergens weten te sprokkelen. Oeh, kijk. Ja, oké, dit is het juiste moment. Kijk naar Lozano's conditie. Het moet zo zijn, hoor, lang. Tilman. Nee, jij gaat gewoon spelen. Kunnen wij deze wedstrijd winnen? Ja, of in ieder geval, we moeten gewoon een puntje. Gewoon een puntje, dan zijn we zeker van de volgende ronde, hè. Hij wordt tegengehouden! Jongens. En het is Joshua. Cedric C. Nee, dat is veel te hard. Veel te hard. Veel te hard, Joshua. Jammer. We hebben het wel lastig tegen Dynamo. Ik zie het nu al. Oosterwolde. Deze. Tilman. Bakayoko. En Noah gaat. Noah. Even wachten. Even wachten, Noah. Ja, dat is goed. Oh! Bakayoko. Je bent links, dus jij zou het kunnen doen. Deze! Warm! Zaibari recht op de keeper. Wat de F deed deze? Maar ja, 0-0 betekent 1 punt, hè. Noah Lang en daar is. Schiet hem. Waar fluit je nou af? Bruh. Wat een redding. Ik kon niks meer doen. Ik drukte op alle knopjes die er waren, maar het schot was gewoon gelost. Gewoon tussen alles en ieder. Wacht even, ik zie wat. Tilman. Het is echt waar. Babadi komt erin. Eerlijk gezegd, Cedric zei, het is wel tijd nu voor Peppy. Noah Lang, ja, jij mag wel blijven staan. Alleen Bakayoko, je gaat eraf voor het talent. Casey, nee! Keesje Martin. 0-0, we zijn er bijna. Het zal niet waar zijn en het is gewoon... Ah, man! Niet verdiend, echt oneerlijk, man. We gaan even kijken naar de feiten, want ik ga... Ik word gewoon boos.
7 keer geschoten! Dat is niet eerlijk. Fake shot. Fake shot. Waar pas je nou heen, jongen? Kom op, man. Waar komen jullie pas de hele tijd die bal? De hele tijd gewoon die bal gewoon weggeven. Die passes waren zo slecht. Dat was gewoon echt onnodig, die passes gewoon. We verliezen gewoon van Dynamo Kiev. Ik ben echt teleurgesteld in die passes gewoon. Wanneer je gewoon de betere bent en je verliest gewoon de wedstrijd, dit betekent, tenzij... Ja, wacht. Dacht ik al. Paris Saint-Germain heeft gewonnen. Wacht. Ja, Paris Saint-Germain heeft gewonnen van Leverkusen. We gaan door naar de volgende ronde. Ik zat ineens te denken. Paris Saint-Germain gaat natuurlijk tegen Leverkusen. Dan gaan we naar de wedstrijd tegen Vitesse. Die gaan we even simuleren. Junior is eindelijk terug. Na, weet ik veel hoe lang, jongen. En is dit eventjes voor deze wedstrijd? Gaan we simuleren. Kom op. 0-0 tegen Vitesse. Van Duiven geblesseerd. Hoe lang dan? 3 maanden? Klaar. Oké, de bekerwedstrijd jongens tegen Sparta. Heel even snel kijken. Dit zijn de 11. Olij, Warmerdam, Veldhuis, Eerthuizen, Bakari, Kitolano, Clement, Verschuren, Saito, Negli, Laurensen. Dit zijn de 11. 4-1, 4-1, laatste 5 wedstrijden. 4 keer gelijk gespeeld. Maar nog niet verloren. Dat zegt toch ook iets, hè? Even kijken. Benitez, Junior is terug. Boskagli, Hilger, Steese, Schouten, Tilma, Saibari, Noorlang, Peppi, Bakayoko. En we moeten weer wat veranderen. Want deze is de aanvoerder, jongens. De laatste wedstrijd van de aflevering, jongens. De bekerwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Noah! Nou, dat is een kwijt. Noah raakt hem gewoon kwijt. Moet buitenspel zijn. Het is geen buitenspel. Dat meen je niet, jongens. Kom op, man. Dat is echt zo slecht gedaan, man. Hoe kan jij nou door de hele verdediging schieten? Hier. Junior en... Ach, kom op, man. We staan gewoon achter. Yo! Dit. Er is niemand die gaat. Kijk hoe! Hij is helemaal open, jongens! Maar Bakayoko mist wel van die afstand, maar hun missen gewoon niks. Bakayoko, dit is gewoon echt jouw schuld, man. Ah, man! Bruh. Oh, ik snap jou niet, Noah. Hey, Bari. We zijn terug in de wedstrijd. Yes, sir! Doepuntje! Geen druk, jongens. Geen druk. Maar we staan nog steeds achter. Maar we zijn terug. Verdiend. Denk ik. Noah, wat de fuck? Bro, blijf gewoon zitten hier in je stoel. LOL! Laatste kans, kom op. Oh, pure snelheid moet je er langs. Kom op, man. In de basis. Kom op, man. Noah! Oh, dit is echt waar. Dit is niet te geloven. Dit is niet te geloven, man. Ik kan niet eens Noah... Oh, come on. Hij gaat gewoon door het... Ik moet de slijding. Ik kan ze gewoon niet stoppen, bro. Hey, joh. Doe het zelf. Doe het zelf. Doe het. Doe het. En... Dit is niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Het is klaar. Ah, kom op, man. Klaar, bro. Damn.
Meteen. Oh, klaar! Stop! Stop! Simuleer tot het einde, we zijn klaar, man. We liggen er gewoon weer uit. Dit kan gewoon echt niet, man. Bakayoko had de 100% kans. Daarna hadden we nog een paar hele grote kansen. Als... Het mocht gewoon niet zo zijn. We liggen gewoon weer uit de beker, bro. We gaan even kijken naar de stand. Dit is niet... Dit is gewoon echt... Ja, oké. Okay. We staan nog wel op plek 1 in de Eredivisie. En het gat is 8 punten. Dat is echt super lekker. Maar wij verliezen gewoon dus net van Sparta. En Sparta staat op plek 14. Dit... Maar goed, broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. En Mautski.